Wij zijn hier gewoon om die wetenschappers te helpen. Dat is ons eerste doel hier. Je moet soms out of the box denken als je op de grens van wat kan iets wil creëren, iets wil maken. We hebben een enorm domein aan kennis wat wij moeten beheersen. Want ja, de toepassingen gaan van plantenbakjes tot hoog vacuümsystemen en micromechanica. Wetenschappers zijn toch wel heel blij als je hun helpt en als je onderdelen daarvoor voor maakt. Ik had gewoon het idee dat ik veel meer kon ontwikkelen, veel meer afwisseling heb in werk. Elk project is nieuw, elke onderzoeksvraag is nieuw. Dus je moet altijd een unieke oplossing maken en dat maakt het heel erg interessant. En je moet kunnen vertalen van wetenschappelijke probleemstelling naar een technische oplossing. Ja, je ziet hier de indruk van alle projecten die we voor de beta-faculteit doen. En de diversiteit, het gaat van robotvinkjes tot aan ophanging van spiegels die in ET Pathfinder komen. Wij zijn een grote beta-faculteit en een hele technische beta-faculteit. Heel veel onderzoeksresultaten zijn samen met de wetenschappers ontwikkeld. En onze wetenschappers houden van techniek, wij houden van techniek. Ja, dat resoneert zo heerlijk. Bekend zijn bij de onderzoekers, dat ze bij ons terecht kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze in ieder geval bij ons aankloppen om gewoon even te praten over wat hun plannen zijn en wat ze willen. Want dan kunnen wij kijken hoe we ze kunnen helpen. Dat is denk ik belangrijk dat ze dat beseffen en dat geen enkele vraag vreemd is. Vraag meedenken, ook met het onderzoek. Wat heb je nodig of waar loop je tegenaan? Nou, dat is ook juist het leuke van het werken in een universitaire omgeving, is dat je meedenkt met het idee van de wetenschapper en uiteindelijk ook zelf de spullen mag installeren in het veld. Dus van idee tot en met de oplevering met een handleiding, dat hele traject. Hier is het allemaal in ontwikkelfase, dus het is testen, je hebt allerlei faciliteiten om te kunnen repareren, te testen, te modificeren. Maar uiteindelijk staat dat apparaat in een opstelling. Nou, de mooiste plek is toch wel geweest Siberië in de winterperiode april. Dat was toch wel een hele bijzondere ervaring. Dat is ook waarom het werk hier zo leuk is. Je weet eigenlijk niet wat morgen gevraagd gaat worden. Januari 1989. Toen zat ik dus ook al in deze ruimte. Was deze ruimte gevuld met tekenborden. Een paar jaar later kregen we pas de overstap naar de eerste computers. Dat is wel mooi met die computers, want alles gaat sneller. Hè? Het tekenwerk gaat sneller. Maar al snel kwam ik erachter dat het bedenken van dingen, de creativiteit wordt er niet sneller van, want dat kost gewoon dezelfde tijd als dat je achter een tekenbord staat. Zij moeten die experimenten kunnen uitvoeren. En hoe onmogelijk het soms ook lijkt, je moet dan toch ergens beginnen en gaandeweg met try and errors. Moet er dan uiteindelijk wat uit de bus komen? Ik heb als dan dat je gewoon wekenlang met een probleem zit van een bepaalde schakeling die niet zijn werk wil doen. En dat je gewoon niet meer weet waar je het moet zoeken. En je hebt alles al geprobeerd. En soms moet je het gewoon even laten rusten. En een andere keer dan word je gewoon midden in de nacht wakker. Of je staat onder de douche en je denkt ineens, wacht even. Volgens mij heb ik dit en dit nog niet geprobeerd. Dan ben ik ook gelijk om 6 uur 's ochtends de volgende dag wakker, weet je wel. Dan kan je in één keer wel vroeg je bed uitkomen. Ik denk dat alles wat wij doen wel heel erg veel bijdraagt aan het onderzoek hier. En ook deels aan het onderwijs zelfs. En ieder project zet weer zijn uitdaging. En ik wil gewoon zoveel kennis van alles opnemen en ik ben echt zo'n spons die overal informatie kan opnemen. Dus ik denk dat meer iets van mij is, dat ik gewoon veel dingetjes nu wil van proeven, zodat ik gewoon heel veel kennis opneem. Waar je nu naar kijkt is eigenlijk in één woord een nachtvlinderval. Dat zal nog niet zoveel zeggen, het is mijn eerste projectje wat ik hier heb gedaan. Dat is voor een bioloog, Wouter Halfwerk, en hij doet onderzoek naar nachtvlinders. Er was al een bestaande variant van de nachtvlinderval, alleen die was best wel zwaar. We willen nog zo'n val, maar iets kleiner en vooral veel lichter.
zo licht mogelijk, maar wel gewoon zo sterk mogelijk. Die kon ook gewoon op langere tijd in het veld staan. Dit is een project, daar kwam de onderzoeker, die kwam bij ons binnen en zei, ja, ik wil kijken wat de invloed is van temperatuur, beregening en belichting op het bodemleven. Tot nu toe deden we dat door met onze bodemmonsters tussen verschillende klimaatkamers heen en weer te lopen, waar in elke klimaatkamer een ander regime heerste. En dat is gewoon onhandig. Dus ik wil dat anders doen. En zo kan je dan samen naar een oplossing komen. Kom je toch altijd wel tot een resultaat waar je denkt van ja, dit is mooi, hier gaan we het mee doen. Het wordt ook wel eens gekscherend gezegd, als je aan 10 instrumentmakers hetzelfde tekening geeft om het te maken of hetzelfde probleem, krijg je 10 verschillende dingen die allemaal dezelfde oplossing bieden eigenlijk. Wij hebben mensen die kunnen echt iets maken. Mensen die in dienst zijn, ja, die hebben we zelf al vaak ook opgeleid. Die maken echt iets heel moois waarvan je zegt wow. Altijd, alles is mooi. Groot, klein, breed, links. Ja. En ook het detail is gewoon, als je echt je kan focussen op het detail, is echt mooi. En met elkaar een nieuwe oplossing verzinnen door helemaal erin te duiken. Er moet ook een motivatie in zitten om iedere dag weer wat nieuws te doen. En als je die motivatie hebt, die gedrevenheid om nieuwe dingen te ontdekken, toe te passen. En niet elke dag hetzelfde kunstje doen, ja, dan zit je hier goed. Dat is juist een positieve drive als je mensen kan helpen. Ik denk dat dat echt de sterkte is, dat we er samen voor staan.